Chef, is het mij? Kom maar, hop! Zeg het mee. Kom maar laag, ja. Kom maar, hop! Uw ouders zijn ook geruisloos door de wereld, hè. 100 jaar geleden was er voor ons echt een mysterie. Mensen snapten er niks van. Plus, we hebben alle mysteries vastgenageld aan een keihardeur. Ja, we hebben daar ook bij gehangen. Nu weten we wel hoe dit komt. In de hoeken van een slag- of handpen hebben ze allemaal hele kleine inkepingen waarmee het zij de lucht in kleine stukjes snijdt. Daarmee het uilen geruisloos door de wereld kunnen. Ze zijn daarom ook niet echt slim, hè. Heel veel mensen denken dat die uilen geweldig slim zijn. Alle andere roofvogels en andere vogels moeten echt wel degelijk denken over jachttechnieken. Zij moeten aan niks denken, hè? Want zij met toe vliegen hoort er niet aankomen en kunnen ze gewoon meteen grijpen. Ah, ja. Wij vliegen nog een paar keren op en af, dan plaats ik die weg en dan komen we weer terug met de volgende. Allebei nog eens een bril. 18 weken oud zijn ze nu, hè? Groeien doe je niet meer. Hè? Heel veel mensen denken dat dat blijft groeien. Je moet er nu klaar zijn in september, want nu komt de koude periode er natuurlijk aan. Hop! Shh.